En ook wel eens preventief gefouilleerd. Ik snap die term sowieso niet. En ik was op de Erasmusbrug, dus op een heel centrale plek waar je eigenlijk niks uit kan halen. Daar ben ik van mijn fiets afgehaald door 6 agenten. En die hebben dat toen gedaan bij vooral mensen met een donkere huidskleur of die eruit zagen alsof ze Midden-Oosters waren. Want ik zag wie er nog meer werd gefouilleerd op dat moment. En hun rechtvaardiging was, dit is een gebied dat door de burgemeester is aangewezen om zo te gaan handelen. Ik denk dat ik gevraagd staande wordt gehouden op dat moment vanwege mijn huidskleur. Ik weet het eigenlijk zeker en het is heel naïef om te zeggen dat dat niet het geval is. Ik heb een diverse vriendenkring en dit gebeurt niet bij mijn Hollandse vrienden. Als jij wordt preventief gefouilleerd en dat je ook nog het gevoel hebt dat jij eruit geselecteerd wordt op basis van een identiteit die je misschien zelf niet eens aanhoudt of die je zelf niet erkent, dan krijg je de perceptie dat jij hoe dan ook niet als eerste rangs meegeldt. Niet helemaal in ieder geval. Jij krijgt een soort speciale behandeling omdat jij potentieel een bedreiging bent voor de samenleving waarin jij je begeeft en waarin jij bent opgegroeid en waarnaar je net zo loyaal bent als anderen in die samenleving.